Een hele fijne avond aan iedereen. Ik ben Nathalie Smets van CERA en ik heet jullie namens CERA, Landelijke Gilde en Ferm van harte welkom op dit webinar over slim omgaan met water in je tuin. We kunnen er vandaag helaas niet meer omheen. Elke dag zien we in het nieuws wel berichten over droogteplannen die onze overheid moet uitwerken voor de zomer, maar evengoed over zware overstromingen en wateroverlast. En ook in de eigen tuin ervaren we dat het elk jaar maar moeilijker wordt om ons fruit, groenten en bloemen in alle weelde te laten groeien. En dat komt omdat het klimaat heel wispelturig is geworden. Kurkdroge zomers, doorregende lentes en een waterpeil dat ondanks de vele hoosbuien toch onder druk blijft staan. Ons klimaat is in de war en ons drinkwater in nood. Maar tot zover de negatieve boodschappen van vandaag, want we willen vanavond vooral heel positief zijn. En we zijn ook positief, want er is ook heel veel goed nieuws te brengen. We merken jaar na jaar dat het bewustzijn rond de waterproblematiek en de waterschaarste alsmaar stijgt. En met dat stijgend bewustzijn stijgen ook de initiatieven die overal genomen worden om het tij te keren. En het tij kan wel degelijk gekeerd worden, dat is wat experten en wetenschappers ons vertellen. En meer nog, ze zeggen dat we ook allemaal, elk op zijn manier, een druppel kan bijdragen. Wetenschappers en experten geven vooral drie grote hefbomen aan waar we samen kunnen werk van maken om het anders aan te pakken in de toekomst. Een eerste hefboom is dat we veel bewuster ons hemelwater, het natuurlijk water, moeten opvangen, vasthouden en slim hergebruiken, bijvoorbeeld in de tuin. Denk maar aan de actie die we dit voorjaar hebben opgezet met het voordeel voor de regenwatertonnen in de tuin, waar er massaal door jullie is op ingetekend. In de tuin een eenvoudige regenton plaatsen en daar het water opvangen en hergebruiken in de tuin is zo'n heel eenvoudig voorbeeld van hoe we slim water kunnen opvangen en hergebruiken. Een tweede grote hefboom is het circulair watergebruik. Denk maar aan innovatieve bedrijven die meer en meer hun eigen afvalwater filteren en opnieuw hergebruiken in het eigen productieproces of, en dat zijn ook heel mooie voorbeelden, het inzetten in een irrigatiesysteem met de lokale landbouwers in de buurt van het bedrijf. Maar ook de recente wetgeving rond de bouwwerven, waar dat men heel wat zorgen heeft over al het water dat verspild wordt in de werf en in het oppompen van water op de werven. Ook daar heeft recente wetgeving gezorgd dat er veel slimmer wordt nagedacht over hoe dat werfwater in de omgeving ook slim kan gebruikt worden. Bijvoorbeeld ook weer in de land- en tuinbouw. Maar de allergrootste hefboom, die zit hem in Vlaanderen in de stenen, in het beton. Want we moeten met z'n allen veel meer gaan zorgen dat het hemelwater opnieuw massaal in de bodem kan infiltreren. En dat kan maar door te gaan ontharden. En om dat heel eenvoudig uit te drukken, dat komt op iets heel eenvoudig neer: minder steen en meer plant. En aan deze drie grote hefbomen kunnen we met z'n allen heel erg hard meewerken. En daarom geven we al die waterredders die hieraan bij willen dragen heel graag een stem bij CERA, bij Landelijke Gilde en bij FERM. Elke organisatie met zijn eigen watercampagne, met zijn eigen accenten en insteken, met zijn eigen achterban. Maar waar we kunnen, willen we heel graag ook de handen in elkaar slaan en de krachten bundelen. Want we weten dat we door de krachten te bundelen alleen maar nog een grotere impact kunnen realiseren. We hebben samen één doel: zoveel mogelijk mensen bereiken en aanzetten om slimmer met water om te gaan. En zo bundelen we dus ook vanavond de krachten in dit webinar. Want we vonden dat we nergens beter konden starten dan in de eigen tuin. Wisten jullie dat maar liefst 10% van de oppervlakte in Vlaanderen bestaat uit particuliere tuinen? Dus er is daar nog heel wat winst te boeken. En het goede nieuws is dat slim omgaan met water in je tuin ook nog heel eenvoudig blijkt te zijn. En om jullie daarbij op weg te helpen, hebben wij voor vanavond de perfecte expert in ons midden. En dat is Wim Colet. Goedenavond, Wim. Nathalie. Wim is tuinarchitect en landschapsarchitect. En hij is vooral een gepassioneerd expert in zaken natuurlijk tuinieren. Hij is tevens docent aan de Brusselse Erasmus Hogeschool, waar hij in de richting
tuin- en landschapsarchitectuur de vakken ecologie, plantenleer en natuurtechnieken doseert. Wim gaat jullie zo dadelijk gedurende een 45-tal minuten doorheen 10 thema's loodsen, waarin hij op een heel toegankelijke en laagdrempelige manier tips geeft waarmee jullie morgen zelf al aan de slag kunnen. En de moderator in het gesprek met Wim, dat is Karin Santermans. Dag Karin. Karin is een van de tuinexperten bij Landelijke Gilden en zij is medebezieler van de tuin van de toekomst, een van de thema's waar Landelijke Gilden de volgende jaren heel erg zal op inzetten. Zij heeft ook 25 jaar ervaring met de open tuinen. De ideale gesprekspartner dus voor Wim vanavond. Ik maak met jullie graag nog een paar praktische afspraken. Na de uiteenzetting van Wim maken we heel graag tijd voor jullie vragen. Die vragen kunnen jullie vanaf zo dadelijk via de chat stellen. En achter de schermen zullen wij die vragen selecteren en ze dan nadien aan Wim voorleggen. De vragen die wij mogelijk niet kunnen beantwoorden, die zullen wij via een vraag en antwoord op de websites van de drie organisaties publiceren. En we zullen jullie daar ook een bericht van geven. Dit webinar wordt ook opgenomen en zullen jullie later deze week ook bezorgd krijgen. Op die manier kunnen jullie het zelf nog herbekijken, maar kunnen jullie vooral ook anderen inspireren. Praat over dit webinar en zeggen van geen probleem dat je het gemist hebt. Bekijk het rustig, want ik heb er heel wat tips uitgehaald. Ambassadeurs, weet u wel, die het woord verder verspreiden. Zo. Dan zijn wij bijna klaar om het woord te geven aan Wim en Karin. Maar voor we dat doen, willen we jullie ook nog even kort laten kijken en luisteren naar een andere waterexpert. En die waterexpert, dat is professor hydroloog Patrick Willems van de Universiteit in Leuven. Een tweetal maanden geleden trokken we vanuit Sera naar deze expert en we legden hem een aantal vragen voor over waterschaarste. We deden dat omdat we vorig jaar een duurzaamheidsenquête afnamen bij onze venoten en daaruit bleek dat maar liefst 8 op de 10 van de Sera-venoten echt wel bewust bezig is met de waterproblematiek. En veel meer dan dat signaal hebben we niet nodig. We hebben onmiddellijk de koe bij de horens gevat en we hebben gedacht dat we als coöperatie al die individuele waterkracht moeten bundelen tot 1 sterk waterfront, waarin we met heel wat tips, tricks, vorming en voordelen zoveel mogelijk mensen actief aan de slag willen laten gaan om samen ons water te redden. En zo werd de Sera Waterbrigade recent geboren. En wie stond er vanaf het eerste uur mee aan de wieg? Inderdaad, Patrick Willems. En wat hij ons vertelde, dat laten we jullie nu graag mee bekijken. Dus door onze lage waterbeschikbaarheid in Vlaanderen zijn we zeer kwetsbaar voor droogte en dat maakt dat de grondwaterservice vrij snel slinken. Dan heb je bijvoorbeeld de landbouw die snel in de problemen gaat komen, ook vegetatie, de natuur, maar ook waterstanden in rivieren kunnen dalen, waardoor dat je problemen hebt voor inname van water door bedrijven. Dus als we onze kwetsbaarheid willen verminderen, dan moeten we vooral veel meer water gaan vasthouden en ook veel meer water laten infiltreren in de bodem, zodat onze grondwaterreserves veel meer aangevuld worden. Want dat is ook een problematiek die we de afgelopen jaren heel sterk gemerkt hebben. En dat is dat die grondwaterreserves heel sterk slinken, dat de regen te snel wegloopt naar de zee en onvoldoende in de grond kan indringen. In tegenstelling met bijvoorbeeld de Nederlanders, die hebben de Rijn, dat brengt heel veel zoet water het land binnen. Dat is iets wat wij niet hebben. En dat maakt dat we heel sterk afhankelijk zijn van die regen. Maar we laten veel van die regen weglopen. Dus op het ogenblik dat het regent, loopt er heel veel regen weg naar de riolering. Dat heeft wel te maken met het feit dat we heel veel verharding hebben. We gebruiken in Vlaanderen niet meer water dan in de buurregio's bijvoorbeeld, maar we kunnen wel nog heel veel water besparen. Denk maar aan de burger die door zelf een regenwaterput te installeren, dat water ook te gebruiken voor bijvoorbeeld toiletspoeling en wasmachine voor buitengebruik. Met de waterbrigade van Sera proberen we de problematiek rond droogte, waterschaarste in Vlaanderen op de kaart te zetten. Proberen we een bewustwording te doen. Zorgen we ervoor dat die 400.000 venoten van Sera een ambassadeursrol opnemen richting de brede bevolking. Van duidelijk te maken van kijk, we kunnen allemaal wel een steentje bijdragen. Of we nu op het platteland wonen of in de stad. Ook al hebben we maar een kleine tuin. We kunnen eigenlijk allemaal een heel belangrijke rol spelen.
Een hele goede avond ook namens Landelijke Gilde op deze webinar. Ook van harte welkom, Wim. We zijn blij je hier in ons midden te hebben als tuindeskundige, tuinexpert in dit klimaatverhaal. We hebben het gehoord in het filmpje, we kampen regelmatig met een teveel aan water, zoals vorige week bijvoorbeeld op verschillende plaatsen in Vlaanderen, waar toch wel wat mensen af te rekenen hadden met overstroming. Anderzijds hebben we heel vaak droge periodes gekend, de voorbije zomers, waar dan onze tuinen en onze planten eigenlijk het zwaar te verduren krijgen. Maar het goede nieuws is dat er wel oplossingen zijn, dat er via een aantal kleine ingrepen toch een groot verschil kan gemaakt worden. En daarom hebben we hier dus vanavond Wim om in een tiental tips eigenlijk aan te kaarten wat je als individu kan doen, hoe dat jij thuis het verschil kan maken voor deze problematiek. Dus Wim, we gaan er mee van start. Verharding is een thema waar we de laatste tijd vaker acties rond horen en zien. Gemeenten zetten erop in, maar ook allerlei verenigingen organiseren initiatieven naar sensibilisering toe, wat verharding betreft. Hoe zie jij deze problematiek? Wel, het is zo dat we in een dichtbevolkt gebied zitten in Vlaanderen. Wij horen ondertussen qua categorie, qua grondwatervoorraad bij de halfwoestijnen. Dus het is niet 5 voor 12, maar 5 na 12 om effectief aan de slag te gaan. En ik zou dan ook resoluut zeggen ontharden. Dus daar waar iets nieuw gemaakt wordt, gaan we denken. Wie verbouwt, wie bouwt, denk na en leg verharding daar waar het ook enkel echt nodig is. Ja. De toegang naar een garage, de toegang naar de voordeur, een terras aansluitend aan de woning. Moet de rest allemaal effectief gesloten verharding zijn? Ik denk dat daar alternatieven voor zijn. Daar waar we met bestaande verharding zitten, kunnen we misschien wel hier en daar gaan ontharden op eenvoudige manieren. Bepaalde stukjes gaan opbreken, losbreken, soms al kan volstaan, zodat het water daartussen zijn weg kan gaan vinden. Of naar varianten gaan kiezen die deels water doorlaten of combinatie met grasdalsystemen, wat het geheel dan ook wat koeler maakt en niet alleen voor de infiltratie zorgt. Ik denk aan die oprit die we allemaal zo graag voor onze woning hebben. Daar hebben we inderdaad heel veel mogelijkheid, omdat de meeste van die opritten zijn recht toe, recht aan, naar die garage toe. Je gebruikt daar eigenlijk de twee sporen van waar de banden overgaan en daartussen zit een strook die eigenlijk niet verhard hoeft te zijn. Dus daar zou je kunnen gaan ontharden. Hè. Heb je betonklinkers liggen, ja, dan is dat eigenlijk heel eenvoudig van we gaan die daaruit halen, we gaan die fundering eronder ook nog verwijderen, we brengen er tuingrond in en we doen er iets groen in. En we hebben eigenlijk 1/3 van onze oprit, wat best vaak een redelijke oppervlakte is, onthard. Dat is wel mooi. En heb je dan tips naar beplanting die je daar zet? Want er komt toch wel al eens een wiel van een wagen op die beplanting dan. Wel, daar waar dat de afwijkmogelijkheid is, dus dat er wielen zouden kunnen opkomen, het is vooral het draaieffect er is op rijden, is niet zozeer, maar als er draaiing bij komt, dan moeten we het best ook bij gras houden. Dus dan gaan we naar de grasdalsystemen. Die grasdalsystemen die liggen op een grasdalsubstraat als egalisatielaag en die vul je ook met een grasdalsubstraat en nooit met tuingrond of, en zeker niet met potgrond. Daar waar het effectief echt planten kunnen zijn, zou in een zonnige plaats het bijvoorbeeld een topplantje kan dan de kruiptijm zijn, voor wie in de schaduw een zone heeft, is een van de hele leuke plantjes en nog een waardevolle bijenplant, is het zenegroen. Ja, met de paarse schijn, paarse bloemetjes, is inderdaad wel een lust voor het oog. En allebei groenblijvend. Ja, dat is inderdaad ook wel een meerwaarde. Nu, andere soorten verhardingen zijn, behalve dan die grasdallen, zijn ook misschien nog wel een optie. Zeker. We hebben meer en meer, zoals er een foto dat aantoont, de mogelijkheid van betonklinkers, ook kleiklinkers, die een waterpasserende voeg hebben. Dus waar een wat grotere afstand tussen staat. En die wordt dan gevuld eigenlijk met split. Dat is een natuursteengruis van 2 tot 4 mm dat daartussen gedaan wordt, waardoor het water daar mooi kan infiltreren. Het is uiteraard belangrijk dat die fundering daaronder dan ook waterpasserend is.
Ja, uiteraard. Ja. En anders lossen we het probleem nog niet op. Dus klopt, ja. Afstappen eigenlijk van het gebruik van gronddoeken, de geotextieldoeken en stabiliseerfunderingen onder dergelijke materialen. Mm-hmm. Dat gaan we enkel nog onder een gesloten tegelterras bijvoorbeeld, kunnen we stabiliseer gaan gebruiken. Maar we gaan dat niet onder betonklinkers met waterpasserende voegen gebruiken. Ja. De kiezeltuintjes, we zien ze meer en meer opduiken. Hè, waar we de voorbije zomer zagen dat het gazon, wat toch wel vaak vooraan het grootste deel van de tuin uitmaakt, er dor en geel bij lag. Daar zien we dat meer en meer dat gele gazon wordt vervangen door grind, door dolomiet. In allerlei kleuren en tinten, soms zelfs ook figuurtjes erin aangebracht om toch wel enige vormgeving te bekomen. Is dat een goed idee, die steentjestuin? Nee, helemaal niet. Het is eigenlijk dood daaronder. Hè? Dus men denkt heel vaak, grind, ja, daar gaat het water tussen sijpelen. Maar je komt eigenlijk op een vaste laag uit. Er is geen regenworm geïnteresseerd om onder een kiezelbed te vertoeven. Hè? Want regenwormen leven in een actieve bodem. En een actieve bodem heb je als er beplanting is. Dus wat zou je kunnen doen met die kiezeltuin op voorwaarde dat daar geen stabilisee onder ligt en liefst dan ook geen doek ondergelegd is of dat doek stuk trekken of scheuren, dat is daar gaan tussen planten. Dus je breekt dat eigenlijk terug los met een spitvork bijvoorbeeld. Ja. En daar ga je letterlijk in planten. Dus dan ga je de kiezeltuinen, de beplante kiezeltuin krijgen. Jullie kunnen wat inspiratie gaan opdoen als je gaat googlen op Bettecateau, die bekend is in Engeland van de vaste plantentuinen en de introductie van de kiezeltuinen. Dus dan gaat dat al terug water kunnen doorlaten en minder heet worden. Het is zo'n beetje het idee van de prairietuin die we al een paar jaar geïntroduceerd zien. Wel, nogal wat planten die eigenlijk geschikt zijn voor prairietuin, want we hebben eigenlijk quasi geen prairie in Vlaanderen. Nee, dus sorry. Die zou je in die zone dus kunnen gaan planten. Ja, ja. Oké. Okay. Ik hoorde je ook zeggen, stabiliseer die ondergrond is toch wel heel erg belangrijk. Heel vaak wordt toch wel gedacht dat stabiliseer waterdoorlatend is. Het is geen gegoten beton, want daarvan weten we dat er geen druppel water doorkomt. Mm-hmm. Maar van stabiliseer hebben we wel vaak het idee dat daar toch wel wat water doorsijpelt. Dat is niet zo. Dat is niet zo. Dat kan een beetje vocht absorberen, maar dat gaat geen water doorlaten. En je moet al naar minder dan 70 kilo cement gaan per ton om eigenlijk licht water doorlaten te krijgen. Mm-hmm. Maar dan ben je ook het voordeel kwijt van de verstevigingsplaat. Ja, dan dus ben dan je veel goedkoper af en veel ecologischer. En het gaat ook veel koeler zijn door gebruik te maken van een fundering van gebroken betonpuin. Zijn we ook nog in het kringloopverhaal bezig, want dat is recuperatie. Ja, inderdaad. Dus die klinkers die we uitbreken, gaan we gebruiken om onze bodem voor te bereiden dan. Dat is een goede tip. Ik zie ook vaak, of we adviseren ook wel vaak, om het water laten af te lopen naar de omringende beplanting. Dus naar het gazon, naar de planten die langs de verharde delen staan. Hebben die planten daar last van als ze wat langer met de voetjes in het water zitten? Wel, de meeste planten kunnen zonder probleem. Er is zo'n beetje een gemiddelde regel van als het niet om moerasplanten gaat, tenminste. Dus de niet-moerasplanten kunnen ongeveer tegen 24 uur met de voeten in het water staan. Okay. Maar dus als je water gaat toedienen in eigenlijk een relatief bescheiden vorm tussen planten, en die grond is ook gezond daar, dan gaat dat water daar perfect infiltreren en ter beschikking staan voor die planten. Ja, dat is dan normaal gezien ook binnen een paar uur in de grond verdwenen. Ja, ja, oké, dan zal dat inderdaad geen probleem zijn. Die waterinfiltratie is belangrijk, ook wateropslag. Hè, dus het water dat uit de hemel valt, zouden we eigenlijk zo goed mogelijk moeten vangen en hergebruiken. Hoe zie jij dat dan? Dus vooral naar waterinfiltratie, wat kunnen we nog doen, behalve het water dat van het terras afvloeit naar het gazon laten lopen in plaats van naar de riolering? Wel, we hebben meestal ondertussen, hebben de meeste huizen een hemelwaterput, een regenwaterput geplaatst. Die heeft een overloop. Ja. Heel vaak zit die overloop nu richting riolering. Dus we zouden die eigenlijk richting tuin kunnen gaan brengen en daar laten infiltreren ondergronds. Andere punten zijn dus van dat terras is een heel eenvoudige manier dat de zone na terras ga je dus eigenlijk bijvoorbeeld een tunneltje, een kokertje van 30 op 30 centimeter, ga je de grond mengen met kiezel, waardoor die heel goed gaat absorberen. Mm-hmm.
Je kan kleine mini-grachtjes maken tussen je beplanting. Dat kan zelfs al tussen vaste planten. Als je daar iets maakt van 20 centimeter diep, 20 centimeter hoog, dat eigenlijk niet zichtbaar tussen je vaste planten loopt, kan je water daar naartoe sturen. Van bijvoorbeeld een dak dat niet richting hemelwaterput gaat, van een kaarpoort of dergelijke, om het zo verspreid in de tuin te laten infiltreren. Overlopen van regentonnetjes, overlopen van de tonnetjes die bij de serre staan en dergelijke meer, zijn eigenlijk allemaal zaken die we gespreid zouden kunnen doen. Dus die overloop van dat serretje, van die regenton, kan je rechtstreeks in dat serretje leggen, want dat is een plek waar het altijd droger is. Juist, dus laat dat daar infiltreren, zodat je een grotere vochtbuffer onder je serre krijgt. Mm-hmm. En dus dan heb je een betere verdamping in de serre ook. Ja. Dus ja, het zijn soort van buienborders eigenlijk ook, hè, die je kan aanleggen in je tuin. Het valt niet op en toch is het eigenlijk wel een goede manier om wat extra water dat neervalt eigenlijk te gaan verzamelen. En dat dan achteraf ook weer terug wordt vrijgegeven aan de planten. De regenwaterton, de regenwaterput, een infiltratieput, een regenwaterton, dat is duidelijk. Die kan iedereen zomaar zetten. Voor een regenwaterput of een infiltratieput heb je daar een vergunning voor nodig? Nee, hemelwaterputten zijn eigenlijk verplicht in de wetgeving om te plaatsen. Dus daar moet je ook geen vergunning voor aanvragen. Als we, zoals we op een van de foto's kunnen zien, een uitgraving gaan maken en een wadi of een poel gaan maken, die wadi wil zeggen dat het water binnen 24 uur infiltreert. Ja. Dus dan moet je weten dat er onderin zand zit, dat het kan infiltreren. Als er een klein laag zit, lukt dat niet goed. Poel mag er wel die zitten en die gaat fluctueren, gaat er een verschil zijn tussen winter en zomer. Mm-hmm. Ja. Daar is in principe een vergunning voor... vergunning is een groot woord. Eigenlijk heb je een meldingsplicht vanaf dat je over de 40 vierkante meter zou gaan. Juist, ja. Dat is al... Dus een geringe uitdieping waar water kan rustig infiltreren, vraagt geen vergunning. Dat is niet nodig dan, inderdaad. De bodem, hè. We hebben regenwater opgevangen. We zien het hier nog op het beeld. De grote regenwaterton. Blijkbaar is er wat mis met het zendertje. Dus het beeld blijft eventjes hangen met de regenwaterton. Ik vraag om even in te grijpen, zodat jullie het juiste beeld getoond krijgen. Dus hier zien we een ander beeld. Dat is denk ik jouw regenwaterton, als ik mij niet vergis, Wim, die we nu in beeld krijgen. Ja. En dan gaan we naar het volgende beeld waar we zien hoe dat die bodem eruit zou moeten zien. Want we hebben nu al regenwater laten infiltreren in de grond. We hebben regenwater opgevangen op verschillende manieren. Maar het regenwater vasthouden in die bodem, dat is nog een andere zaak. En daar is ook wel wat rond te doen. Dus dat is ook een goede manier eigenlijk om onze bodem gezond en vochtig te houden. Ja. Het beeld dat we daarbij hebben is van een bosbodem. En ik maak ook altijd graag dat vergelijkt, omdat er zeker de laatste tijd zijn mensen heel wat gaan wandelen. Is er vaker in de bossen gewandeld en dan zie je dat zelfs in natte periodes in een bos geen plassen staan. Enkel daar op de paden, maar tussen de bomen zie je geen plassen staan. Inderdaad. Dus dat is een humusrijke bodem. Met een heel actief wortelstel, waar dan je boomlaag, struiklaag, kruidlaag in terugvindt. Dus beplanting op verschillende niveaus. Dus activiteit in de bodem ook op verschillende diepten. Juist, ja. Dus krijg je gelaagdheid in beplanting, waar we denk ik nog even op terugkomen ook wel. Nee. Dan ga je ook gelaagdheid onder de grond krijgen. Waardoor dat je een veel betere infiltratie krijgt. Dus een blad laten liggen tussen uw struiken. Ruim uw blad op van uw gazon, ruim uw blad op van uw verhardingen, maar laat uw blad dat valt in de tuin tussen uw beplanting liggen. Dan bouw je eigenlijk die spontane humuslaag op. Jij hoeft er niks aan te doen. De natuur doet het voor u en zorgt dus eigenlijk voor een humusrijke bodem die heel goed infiltreert. Ze weten dat eigenlijk aan de hand van bodemstalen die toekomen bij de bodemkundige dienst in België, dat we met enorm grote aandelen in tuinen zitten van bodemverdichting. Dan weten we dus eigenlijk dat zelfs dat waar we geen geld moeten insteken, gewoon anders beheren in de tuin, dan wel een gigantische bijdrage kunnen leveren aan waterinfiltratie. En het is gratis, het ligt er ter beschikking. We moeten het zelfs niet afvoeren naar het recyclagepark. Hè? Ja. Dus het zal veel beter zijn om het in eigen tuin te benutten.
We zien ook wel vaak dat schors wordt gebruikt. En ik moet eerlijk toegeven dat ik het ook zelf in mijn tuin toepas. Schors is toch ook een natuurlijk materiaal. Is ook wel handig om het onkruid te weren. Tot het ogenblik dat planten elkaar eigenlijk niet raken, heb je meer kans op onkruidvorming. En dan is zo'n schors toch wel handig. Maar ik heb begrepen dat je daar niet zo'n grote fan van bent. Hè? Nee, integendeel. Het probleem met schors is, dat is op zich een natuurlijk materiaal, maar geen materiaal van onze bodems in onze tuin. Dat is vreemd aan die bodem. Mm-hmm. Dus als je schors gaat gebruiken van een pinus, de grove den, want dat is de meest gebruikte, en je hebt zelf pinussen in die tuin staan, dan is er een connectie mee en een relatie met het bodemleven. Als wij vreemd materiaal aanvoeren om een bodem af te dekken, dat niet afkomstig is van de beplanting die er staat, dan is dat bodemleven daar niet echt aan geïnteresseerd. Juist, ja. Waardoor dan je eigenlijk het bodemleven weer aan het ontmoedigen bent. Je bent de bodem meestal aan het verzuren. Verzuren heeft tot gevolg dat die verdicht. Dat is niet goed. En als je zo'n verstoorde, verdichte bodem krijgt door schors, dan hebben we een aantal dingen die niemand graag in zijn tuin heeft. Je stimuleert bramen, je stimuleert brandnetel, zevenblad, akkerwinde. Allemaal planten die daar heel erg van houden. Van die schors. Van die schors. Dus beter is het hout dat je zelf, het snoeihout, als je dat eventueel verhakselt, dat je dat dan wel in de borders laat liggen. Ja. Dus dat is hout dat dan eigenlijk op die plaats ook thuis hoort. Ja. En waar je dus die problemen dan niet mee hebt. Klopt. Dus in een kringloop eigenlijk gaan denken. Ja. Hè. Om te starten bestaat er biodegradeerbaar doek ondertussen in de markt. Dus als je zegt, van ja, ik heb dat eigenlijk nog niet, want ik vertrek van nul. Dan zou je zo'n doek kunnen leggen voordat je gaat planten. Hè. Daar gaatjes in maken en in planten. En nadien, hè, als er toch nog opening zou blijven, kan je dan je eigen materiaal gebruiken. Perfect, prima. De beplanting zelf, we hebben het er al eventjes aangehaald. Planten die tegen elkaar aangroeien, voorkomen onkruidvorming. Maar gelaagdheid is ook heel belangrijk. En dat is misschien wel iets wat niet voor iedereen duidelijk is. Een beplanting op één niveau is wel een heel andere beplanting dan een beplanting die wordt opgebouwd. Ja. Ik denk dat we er een paar beelden kunnen bij tonen, ook over die gelaagdheid. Waar dan we duidelijk zien dat we het hebben over een boomlaag, struiklaag, kruidlaag. Hè. Een foto die we nu tussenin zagen, zien we eigenlijk een alternatief van doeken te gaan gebruiken en de bodem bedekken met beplanting die netjes gaat toegroeien. We gaan dan ook nog zien hoe dat je de laagjes er kan inmaken. Dit is nu één detail uit een tuin. Maar het is dus eigenlijk essentieel dat je gaat variëren. En dat wil niet zeggen dat je er helemaal een bos moet van maken van je tuin. Maar nu hebben we toch wel echt enorm angst voor bomen in Vlaanderen. Terwijl dat de boom zoveel meerwaarde kan leveren in dat infiltreren, in koelte brengen, in biodiversiteit is dat ook nog mooi meegenomen. Dus het is esthetisch heel leuk om daarmee te gaan werken. Maar het zorgt ervoor dat je effectief die hele levende bodem krijgt. Als je en bomen en struiken en vaste planten of borders, dus of wat hoger grasland kan hebben. Ja. Hey, op de foto die we met de klaprozen zien, zien we eigenlijk op een relatief kleine oppervlakte bescheiden boomvorm. De haag is daar dan de struik. En dan, hier zijn het nu eenjarige, maar dat kan dus grasland zijn en dat wat langer mag blijven staan. Of dat kunnen klassieke vaste plantenborders zijn, waar je dat kan mee bereiken. Het voordeel is ook dat het veel meer dierlijk leven aantrekt. Als je een border opbouwt in verschillende niveaus. Vogels zoeken vaak bescherming, beschutting. Als zij hogere struiken hebben waar ze tussen terecht kunnen, is dat voor hen aangenamer. Ook insecten en zo. Dus die maken allemaal wel gebruik van die gelaagdheid in de beplanting. Dus dat is eigenlijk ook nog wel een extra stimulans om de tuin zo op te bouwen. En zeker in het voordeel van de biodiversiteit van je tuin. Hè? Absoluut. Die bomen en beplanting moeten we opletten. Gebruiken we vooral inheemse soorten? Is er een gevaar? We hebben een tijdje geleden de problematiek rond de buxusmot gekend, waarbij we dus spreken van een te veel van een aantal zelfde planten die bij elkaar worden gezet. Dat maakt dat er natuurlijk ook plagen kunnen komen, omdat er zoveel te eten valt. Hè?
dat kan voorkomen worden, denk ik, dan door meer variatie in die beplanting aan te brengen. Ja, inderdaad. En dus we hebben enerzijds gelaagdheid, waardoor dan we daar een onderscheid in maken. Maar we moeten dat onderscheid ook in de horizontale lijn gaan kijken, dus in diversifiering. En zoals een landbouwer een akker heeft van een aantal hectare en daar één teelt op zet, dan kan je niet anders dan dat je bestrijdingsmiddelen gaat moeten gebruiken omdat je met een monocultuur bezig bent. In de tuin kunnen we dat heel anders aanpakken en zorgen voor diversifiering in planten. Dat we niet allemaal datzelfde aan het gebruiken zijn. Mm-hmm. We hebben dat problematiek van de buxus gekend. Het zou mij niet verwonderen dat we binnenkort te maken hebben met een problematiek rond de Loniceranitida. Dus die groenblijvende camperfoniestruiken, die staat er nog meer dan dat er buxus gestaan heeft. Ook die monocultuur draagt dus niet bij aan die diversifiering in die wortelontwikkeling. Dus zij creatief in het plantengebruik. Ga bij boomkwekerijen langs, laat u adviseren in assortimenten die bij elkaar passen, die toch een sobere look kunnen geven. En toch dat je op één vlak bijvoorbeeld 3-4 verschillende soorten planten gaat gebruiken. Ja. Dat is en biodiversiteit en een betere waterinfiltratie. Ja. En dus veel variëren. Begrijp ik daaruit. Hè. Het gazon is een van die andere elementen die toch wel voor heel wat zorgen zorgt, als ik het zo mag zeggen. Hè. Zeker de afgelopen tijd met die droogtes in de zomer. We houden er niet zo van als ons gazon er geel bij ligt. En het is natuurlijk ook niet ideaal om dan water te gaan geven, want een gazon herstelt zich meestal wel na die periode van droogte. Maar wat heb je voor tips? Hoe gaan we best om in de toekomst met dat gazon? Eerste tip is eigenlijk voor wie nog moet starten. Misschien is overwegen om spontaan gazon te ontwikkelen. Dus de grond wordt klaargelegd zoals voor een ander gazon. En gebruik alsjeblieft niet te veel die rotoreggen en die frezen. We zijn geen deeg aan het malen zoals de keukenrobot dat doet. Grond is iets anders, is levende materie. Dus dat we die structuur gaan bewaken van die grond. Als we dat al doen en zorgen dat er wat organisch materiaal is, niet water geven na het aanleggen van het gazon, tenzij dat je met zoden werkt, zodat de wortel zelf de diepte moet gaan ingaan en het water zoeken. En dan ga je een veel langer resistente mat krijgen die veel langer groen blijft. Die wortel gaat veel dieper. In principe zou een gazonmat rond de 25, 26, 27 centimeter diep moeten wortelen. En je moet maar eens checken thuis of dat bij jou het geval is. Zo. En dat zal in niet zoveel situaties voorkomen. Dat is eigenlijk het ideaal waar we moeten naar streven. We kunnen ook daarnaast eens gaan denken aan mee inzaaien van microklover. Als je dan toch een klassiek grasmengsel zou nemen, kan je microklover. Klaver blijft groen, ook als het droog is. Microklover is maar een paar millimeter, dus dat vormt een groen tapijt tegen de grond. Maakt het ook heel sterk, dus als je ravottende kinderen hebt, is dat ook een surplus. Wordt gebruikt in professionele voetbalvelden bijvoorbeeld. Oké. En de bijtjes? Want klaver trekt bijtjes. Ja, in die microklover hebben we daar niet veel meerwaarde van, omdat die te klein, te laag zit. Ja, dus quasi geen bloei heeft. Een derde aspect is misschien wat minder geschoren gazon. Dus de oppervlakte gazon in onze tuin, net zoals we het bij verhardingen, leg verharding aan in functie van gebruik. Leg gazon ook aan in functie van gebruik. Van spel, om erop te zitten, om erop te eten, om erop te spelen, gezelschapsspel op te doen. Daar in functie van denken. En de rest eigenlijk gaan omvormen. Het zijn er brave, dat noem ik niet woekerende bodembedekkers. Struiken die bodemafdekkend werken. Of extensief grasland. Waar je eigenlijk ook heel leuke dingen kan mee doen, zoals je in de foto's kan zien. En daar kan je heel creatief mee omgaan. Wat bedoel je precies met extensief grasland? Extensief grasland kan je in categorieën gaan doen. Je kan gaan zeggen, dus in plaats van het wekelijks maaien, schakelen we over naar bijvoorbeeld een boomgaardgrasmengsel, dan kan je, of een kruidenrijk grasmengsel, en dan gaan we om de 3, 4, 5 weken maaien. Naar gelang of dat we op zandige, op lemige bodem zitten. Je kan gaan naar weideachtige situaties, waar het gras eventueel kan evolueren tot een 60 centimeter. Kan heel bloeirijk worden. En dat is eigenlijk vergelijkbaar geïnspireerd op het verhaal van het hooiland bij de boer. Dan heb je 2 maaibeurten, of op heel rijke grond 3 maaibeurten per jaar. Wel weten dat je dat dan niet meer kan doen met een gewone maaier. Dat zijn wel graslanden die al een wezenlijk verschil maken in infiltratie.
Dus we weten dat een gewone grasmat maar ongeveer 30% water laat infiltreren. Gaat zo een extensief grasland al naar 50-60% infiltratiecapaciteit. Dat is het dubbel. Dat is inderdaad een flink aandeel dat erbij komt. Ja, en een pak minder werk. En een pak minder werk. Het is eventjes het moment dat je dat langere gras maait. Op dat moment heb je iets meer werk dan gewoon met de maaier overgaan. We hebben ooit berekeningen gedaan en onderzoek naar industrieterreinen, omdat daar veel groter grasvlaktes zijn die wekelijks gemaaid worden. En het is een onkostenplaatje dat met 50% zakt voor een bedrijfseigenaar als hij naar extensief grasland overgaat. Dat kan tellen. We horen wel vaak dat extensief gras dat een beetje slordig overkomt. Maar we zien natuurlijk gelukkig, ook in uw tuin, dat er wel met vorm en structuur kan gewerkt worden door wandelpaden bijvoorbeeld te maaien, door bepaalde vormen te creëren in dat concept. En op die manier past die tuin ook bij de hedendaagse woning en kan dat net ook een heel verzorgde uitstraling krijgen en zelfs een meerwaarde zijn voor de vormgeving van je tuin. Absoluut. Hè. Het is, misschien zijn sommige mensen aan het denken, zoals als het thema ecologische tuinen ter sprake komt, associeert men dat nogal eens met, dat is voor de mensen met de lange baard en de geitenwolle sokken, ja. Waar dat bij dit verhaal misschien ook wat in die richting gaat gaan denken. Maar dat staat er eigenlijk helemaal los van. Het gaat gewoon eigenlijk om een manier van, het is eigenlijk wetenschappelijk onderbouwd, van hoe je met die dingen iets positief kan bereiken. En dat is niet stijlgebonden. Je kan eigenlijk, of dat je nu heel rustiek zit, heel modern, heel cool, eigenlijk bij elke stijl kan je dat daarop aanpassen. Dat is de creativiteit. En zoals eerder heb ik eens ergens aangehaald van, je zou er een Versailles kunnen van maken. Je kan door een manier van maaien in extensiever grasland dergelijke patronen gaan maken. Je kan dat heel super strak gaan maken met lengteperspectieven te gaan creëren. Of je kan het heel speels gaan maken dat het een plezier wordt voor kinderen om tussen te spelen, zich te verstoppen. Ja, een uitdaging. Ja, absoluut. Creativiteit van iedereen wordt hierbij gestimuleerd. Dus het is echt wel plezant. En het is zeker ook voor het oog een meerwaarde als er op die manier eigenlijk aan de vormgeving van je tuin wordt gewerkt. Dat is het gras. We hebben al heel wat tips gegeven. De daken, denk ik nu nog, Wim. Daar valt ook nog wel wat groen uit te halen of net groen bij te zetten. Ja. Er zal een fotootje zichtbaar zijn waar we een mini groen dak op zien. Dit is eigenlijk een dakje. Dit is op een doorgangspoort op deze foto. Dit zou je eigenlijk kunnen gaan toepassen op een houtopslag of over een kleine tuinberging en zo. Zou je dit type groendak kunnen plaatsen? Wat is nu de meerwaarde van groendak in functie van water? Wel, als je dat opbouwt met een waterbufferlaag, dat bestaat ofwel in kunststofkratjes, ofwel in minerale rotswolplaten die er onderin liggen en het water gaan bufferen, dan ben je dus eigenlijk waterretentie aan het doen. Het aan het vasthouden om het terug te laten verdampen. Dat is riolering, ontlasten, daar is dat in eerste instantie eigenlijk naar gedaan, als het water nog afgevoerd wordt. In uw eigen tuin is het ontlasten van de retentie op de plek. En je gaat werken aan verkoeling, omdat dat terug verdampt. Juist, ja. En dat heeft inderdaad een positief effect op de omgeving. Ja. En het is haalbaar, dus ik hoor, want ja, een grote constructie is misschien wel een beetje een gespecialiseerde aanpak, toch zeker als het een groot dak is. Maar het kan ook op de brievenbus, op het kippenhok, op het tuinhuis, waarom niet, op het hondenhok, ik zeg maar wat. Dus dat is allemaal haalbaar. Dat is allemaal haalbaar. Dus koop het fatsoenlijke materiaal. Hè. Er zijn handelaars waar je als doe-het-zelver terecht kan om dat te doen. Essentieel is dat er een luchtlaagje onder zit. Het blijft om planten gaan. Wortels moeten kunnen ademen. Dus, en het teveel van water moet altijd weg kunnen lopen. Dus dat is drainerend en tegelijk lucht geven. Een vochtbufferlaag op de een of andere manier. En dan eventueel een beetje daktuinsubstraat, waar dat dan sedummatten, daktuinplantjes of sedumsprotjes, stekjes kunnen opgeplaatst worden. Sedum is wel een gemakkelijke plant, denk ik, hè, die meteen vertrokken is en waar je eigenlijk geen omziens naar hebt achteraf. Mooi. Dus het dak is ondertussen groen. We hebben gezorgd dat het water de bodem in kan, dat het wordt opgevangen. Nu denk ik nog even aan die
warme muren tijdens de zomermaanden. Als je 's avonds tegen de muur gaat staan waar de zon de hele dag op stond, dat kan aangenaam warm zijn, maar dat is warmte die wel terug wordt vrijgegeven en die ook wel maakt dat ons klimaat meer gaat opwarmen. Klimplanten zijn daar, denk ik, een goede oplossing voor. Ja, klimplanten hebben eigenlijk heel wat troeven. Je hebt dus dat aspect, zoals je uitlegt, van je gaat die muur koeler houden, in de winter ook isoleren. Juist. Je hebt groenblijvende exemplaren. Ja. Zelfs als ze niet groenblijvend zijn, door de takkenstructuur die ervoor zit, wordt de wind gebroken en wordt dus de afzuigkracht van de gevel, neemt die af. Ja. Dus je gaat minder afkoeling krijgen. In de zomer krijg je verkoeling, omdat de zon niet rechtstreeks op de muur zit. Dus het accumulatievermogen van de steen neemt op dat moment af. Dus dat is de troef naar klimaat toe. Ook weer verdampen, die bladeren verdampen, dus je gaat de omgeving ook op dat vlak, net zoals dat je een boom zou zetten, maar als je de ruimte niet hebt in een kleinere tuin, kan dus eigenlijk de klimplant een stuk die functie van het verticale groen gaan overnemen van de boom. Naar water toe heeft die ook nog troeven. Omdat klimplanten dieptewortelaars zijn. Het zijn hoogtegroeiers. Wortelontwikkeling staat altijd in relatie tot wat ze bovengronds doen, dus ze gaan heel diep wortelen. En dat kan meters diep gaan. Waardoor dat je dus eigenlijk een heel goede infiltratie krijgt. Dus je gaat je keldermuren of je fundering droger houden en je gaat het naar de diepere lagen water laten doorgaan. En die wortels gebruiken ook vocht, dus ze gaan ook weer vocht gebruiken voor hun bladontwikkeling, hun bloem. Dus je krijgt daar een hele mooie uitbalancering in het gebruik van vocht langs die gevel. Super. En heb je, want er zijn klimplanten die een steun nodig hebben, dus die je moet leiden. Maar er zijn er ook die zelfhechtend zijn. Mm-hmm. Heb je daar suggesties of adviezen van, dat is nu een ideale klimplant om tegen een steun te zetten? En dat is eentje die zijn gang kan laten gaan, die zijn weg wel weet te vinden. Het is niet zo evident om uit te leggen als we de foto zien van, het is de foto die over de klimplanten gaat, daar zien we het huis van de schilder Monet in Giverny, dat begroeid is met de wilde wingerd en dan nog klimplanten die ervoor staan op een pergola ook. Dat is een zelfhechtend. Dus let al vooral, we hebben vier typen klimplanten, maar dat gaat ons nu even verleiden om dat helemaal technisch uit te leggen. Nee. Maar dus al één boodschap meegeven, let op als je crepie gevels hebt of zo en je wilt niet die zelfhechtende hebben, let daar al zeker mee op. Voor de rest zou ik eigenlijk kunnen verwijzen naar een site die je kan vinden van de overheid van de provincie Vlaams-Brabant, Leven de Tuin, waar je daar kan doorgaan naar klimplanten. En daar staat eigenlijk een hele uitleg gemaakt naar de vier typen klimplanten en welke klimhulpen daarbij van toepassing zijn. Eén belangrijk punt nog daarnaast is dat je gaat kijken dat je een klimplant zet in verhouding tot de ruimte die je hebt. Juist, want er zijn er die enorm sterk en krachtig kunnen groeien. Ja. En dan heb je wel een probleem en veel snoeiwerk ook. Klopt. Prima, Wim. Dat is denk ik een mooi verhaal. Als we al die tips gaan toepassen, gaan wij heel wat water winnen de komende periode. Gaan wij ook zorgen dat onze tuin, ondanks de droogte, er toch frisser groen bij gaat liggen. Nu, we hebben de komende maanden, twee lange maanden in het vooruitzicht, vakantie. En ik vermoed dat niet iedereen al meteen geneigd is naar het buitenland te trekken, gezien de coronatoestanden die we het afgelopen jaar eigenlijk hebben meegemaakt. Dus ik zou willen vragen, Wim, of jij een drietal tips hebt waar we nog deze vakantie mee aan de slag kunnen gaan, die voor iedereen wel goed haalbaar zijn en dat we dan toch al meteen starten met dat waterverhaal. Ja. Een eerste tip zou ik zeggen, is de verdamping van de bodem beperken. Dus waardoor je het vocht bij je planten beter gaat houden. In de moestuin of zo kan je dat gaan doen met een mulglaagje aan te brengen. Je kan natuurlijk ook eens gaan denken aan groenbemesters. Dus die groeien één seizoen. Je gaat bodemverbeterend werken, zodat je werkt aan die waterinfiltratie door een snel ontwikkelend wortelstelsel. En je houdt tegelijk de bodem bedekt. Ja. En daar zijn er hoge en lage in. Dus daar kan jij ook weer speels en kleurrijk of veel sober mee omgaan. En vaak trekken ze ook nog insectjes aan. En nog interessant naar de biodiversiteit. Oké. Okay. Klopt. Dus dat is één? Dat is één. Een tweede is zorgen voor wateraftakpunten. Het gaat over water dat bijvoorbeeld van terrassen loopt. Dus
als daar nu een gootje staat, een roostertje gelegd is waar dat water naartoe loopt, kan je misschien die buis afkoppelen zodat dat niet meer naar de riolering loopt, maar dat je dat misschien aansluit op een drainagebuis. Steekspaden diep, maak je een sleufje die tussen de beplanting loopt en je gaat daar die drainagebuis laten inlopen, waardoor dat de water van dat terras rustig kan infiltreren tussen uw beplanting. Dat kan ook zijn van een aftakpunt van bijvoorbeeld een hemelwaterafvoer van de woning, die niet aangesloten is op een regenwaterput en op die manier dus kan laten infiltreren in plaats van dat op één plaats te laten neergutsen. Ja, dat is ook vrij goed haalbaar, denk ik. Hè? En een derde dan nog misschien? En dan een derde hebben we het over de groendaken gehad. Ja. Dus voor die kleintjes, hè, zoals jij aanhaalde, het kippenhok, een houtopslag, een carport, een tuinberging. Dat zijn kleine oppervlaktes die eenvoudig in te richten zijn met zo'n extensief groendak. Met eigenlijk ook heel beperkt, met een heel beperkt prijskaartje. Oké, dat zijn drie heel leuke tips, denk ik, om de komende maanden mee aan de slag te gaan. Het komende weekend heb je wel wat anders te doen, denk ik, Wim, dan dit soort activiteiten. Want je stelt je tuin open voor het publiek. Wat voor soort tuin mag de tuinliefhebber bij u verwachten? Ik krijg de titel mee, de natuurrijke tuin. Zonder echt wild te zijn, er zitten wat wilde hoekjes in. Maar het grootste deel is toch wel echt een ontworpen tuin waar structuur in zit. Maar op een heel speelse manier en waar onopvallend eigenlijk die biodiversiteit, die waterinfiltratie in verweven zit, dat ik graag tijdens de rondleidingen toelicht. Super, we kijken er naar uit en ik hoop dat je heel veel bezoekers krijgt. Nu intussen is Kaat van Ferm hier terug bij ons komen zitten, want Kaat heeft wel wat vragen ondertussen ontvangen. Dus ik stel voor, Wim, dat jij nog eventjes doorgaat om de kijkers hun vragen nog te beantwoorden. Prima. Dank je wel alvast. Ja. Wim, er zijn enkele leuke vragen binnengekomen in de chat. Een eerste gaat over de extreem droge zandgrond in de Kempen. De vraag was van de kijker, gaan de tips en tricks die je geeft ook op voor de extreem droge zandgrond uit de Kempen? Want het regenwater loopt er soms los door. Ja, dus het werken aan die bodemstructuur is daar belangrijk. Dus we spreken in bodem over korrel- en kruimelstructuur. Kruimel, dan denken we aan een boterham. Ja. Dus als we die structuur krijgen, dan werkt dat ook op een zandgrond. Dus zorgen voor organisch materiaal. Wat is een surplusje dat ik kan meegeven? Dat is het eventueel gebruiken van bentoniet. Kan je in de handel in kleine en in grotere verpakkingen vinden. Bentoniet is kleipoeder. Oh ja. Kleipoeder kan je mengen met de grond, als het droog is, niet tijdens regen. Erin mengen. Dus geen laagje opstrooien, maar mengen met de grond. En dan ga je dus eigenlijk die vochtbindende waarde vergroten. Oké, nuttige tip. Ja. Een andere vraag van een kijker is, waarmee maai je een extensief grasveld of hoe maai je dat? Hangt er eigenlijk vanaf van hoeveel oppervlakte dat je hebt. Hè. Meestal in de particuliere tuin zou ik denken van, we gaan te werk met een bosmaaier. Als dat kleine strookjes zijn, zoals je op een van de foto's kunnen zien hebt, hè, dus, heb ik in mijn tuin bandjes onder andere geïntegreerd. Die kunnen zelfs met een haagschaar aangepakt worden. Nu, als je de bosmaaier neemt, dus altijd zien dat dat goed scherp is, dat je niet rukt, maar dat dat mooi snijdt. En je krijgt uiteraard wel een pak meer dan dat je gewoon aan het maaien bent. Zorg dat dat goed droog is. Eventueel laat je dat een paar dagen liggen voor je het bij elkaar doet. En het gaat dan op de plek waar je het gaat leggen in de tuin om te composteren, gaat het heel snel composteren. Want droog materiaal, daar zit veel lucht tussen. Ja. Dus het is een heel snelle compostering. Oké, dankjewel. En dan nog een iets wat andere vraag. Wat doe je met de brulkikkers in je watervriendelijke tuin? Die 's nachts wel wat mensen wakker houden. Kan ik met beplanting kikkers aantrekken of afstoten? Goh, niet echt. Hè. Van het moment dat je een vochtige omgeving hebt, dat hangt daarmee samen. Het hangt niet zo direct samen met soorten planten. Nu, als je met brulkikkers zit, zou ik zeggen, neem contact op mijn natuurpunt in jouw regio en hoe zij het daar aanpakken. Ah ja, oké. Nog een andere vraag die binnengekomen is, bestaat er een goed alternatief voor de kant-en-klare schors, waar jij geen fan van bent? Iets wat dat even handig is, al die pakketjes die je kan halen, maar beter dan voor een watervriendelijke tuin. Wel, als je dan
toch een afdekmiddel wil gebruiken, dus het is een snipperachtig materiaal, dan zijn er drie die redelijk neutraal zijn in hun gedrag. Op voorwaarde dat je niet herhaaldelijk blijft gebruiken. Mm-hmm. Dus dat is voor de startfase tot als de planten toegegroeid zijn. Dan is een eerste mogelijkheid stroopellets. Dus dat ziet er eigenlijk een beetje uit als konijnenkorreltjes of als de pellets die we in de kachels gebruiken. Ja. Dus strooien, nat maken, plakt aan elkaar en gaat ongeveer 1,5 à 2 jaar mee. Tweede zijn cacaodoppen. Ja. Dat is een restmateriaal van de cacao-industrie. Dus die cacaodoppen, ook die weer nat maken, plakken aan elkaar, kan tot maximum 3 jaar. Ondertussen zijn de planten toegegroeid. En een derde mogelijkheid zijn houtsnippers. Dus dat zijn eigenlijk stukjes hout. Ja. Dat zijn gemalen, dat is een recuperatieverhaal. Komt heel vaak van verloren paletten die gemalen worden of dergelijke, fruitkistjes en zo meer. Dus dat gemalen hout, dat is neutraal, gaat geen verzuring geven als je dat niet herhaaldelijk gaat gebruiken. Oké, dat zijn wel echt hele handige, nuttige tips. Dan nog een laatste vraag. De mensen die deze webinar volgen, die zijn waarschijnlijk overtuigd en zeer geëngageerd. Maar hoe kunnen wij de overheid ervan overtuigen om over te gaan tot grote ingrijpende acties en verplichtingen? Ik heb het gevoel in Vlaanderen dat we van onderuit naar boven moeten werken, in plaats van dat er van boven naar onder gewerkt wordt. Dus ik denk dat wij dan eigenlijk allemaal als particulieren het voorbeeld geven, om dan naar de stap eerst, het meest nauwe is de gemeente, waar wij eigenlijk laten zien van kijk, dit werkt, en dat de gemeente zich inspireert op de particulier en dat dan een provincie of dus naar gelang de volgende stappen dan weer eigenlijk daarop inspireren. Nu, er wordt aan gewerkt, het is een wat trager proces, maar we zien toch wel meer en meer stedelijke parkjes, pleintjes. Er is pas een publicatie uit van de Vereniging voor Openbaar Groen, waar een hele reeks voorbeelden in staan van realisaties in Vlaanderen die watervriendelijk zijn. Ah, oké. Okay. Ja. Mijn collega's hebben me toch nog 2 vraagjes doorgestuurd. Die ga ik toch ook nog even stellen. Hoe begin je concreet aan een groen dakje? Dus altijd eerst kijken als het op een woondeel is. Ga je absoluut kijken naar de stabiliteit. Ja. Er komt ongeveer, als je een groen dak maakt, heb je als dat kletsnat ligt plus sneeuwdruk, dus een pakket sneeuw erbij oplicht, kom je ergens uit op iets van 110 kilogram per vierkante meter die erop rust. Dus dan moet je natuurlijk weten dat het dak er tegen kan. Is het dak goed waterdicht? Dat is wel die belangrijk, dakdekking in orde? Als die versleten is, moet je die eerst aanpakken. Is die dakbedekking met bitumen? Ook al is ze wortelwerende bitumen, bitumen is voeding voor planten. Mm-hmm. Dus dan moet er eerst een wortelwerende laag gelegd worden. Heb je EPDM als dakbedekking liggen? Of is dat een tuinberging waar een liefst dan niet asbesthoudende golfplaat of zo op ligt? Dan kan je dat daar ook gaan opplaatsen. Maar dus zeker in die woningkaarports en zo, dus een EPDM-folie. En dan komt uw drainagematje. Dat ga je dus specifiek in de handel moeten vinden. Ja. Dan heb je uw vochtbufferende laag, de kratjes of de mineraalplaat die ik aangehaald had. Mm-hmm. En dan komt er eventueel dus een laagje daktuinsubstraat. Dat kan heel miniem zijn als je met sedumatten werkt. Soms kan je zelfs eigenlijk op een minerale rotswolplaat, zoals je graszode kan kopen, bestaan er sedumatten. Mm-hmm. En dat je die sedumatten rechtstreeks gaat opplaatsen zelfs. Op die mineralen rotswolplaat. Oké. Okay. Dus eigenlijk kan iedereen daar echt wel concreet mee aan de slag gaan. Ja, absoluut. Een allerlaatste vraag. Zijn er subsidies voor waterdoorlatende stenen? Weet jij dat? Nee. Er zijn geen subsidies? Er zijn geen subsidies voor. Het is eigenlijk... wij zijn wat nonchalanter in Vlaanderen in regelgeving. In principe is het wetgeving, hè. Dus zoals je aan bepaalde regels moet voldoen om een woning te bouwen, moet je eigenlijk ook tegenwoordig in je vergunning staat dat je eigenlijk je water op je terrein moet houden, daar kan infiltreren. Vandaar is daar dus ook geen subsidie voor. Het is basisregelgeving op zich. Oké, ja. Dank je wel.
Alsjeblieft. Ik heb er alvast zelf heel veel van opgestoken. Bedankt Karin, bedankt Wim. Het waren heel interessante vragen en nog meer interessante antwoorden. Bezoek of bekijk jij zelf graag meer concrete voorbeelden van watervriendelijke tuinen? Of doe je graag meer inspiratie op om thuis in je eigen tuin aan de slag te gaan? Wel, dan heeft Landelijke Gilde alvast een hele leuke tip voor jullie. We kijken even naar hun trailer. En ook de website van Tuin van de Toekomst staat boordevol informatie. En natuurlijk kan je dit webinar ook herbekijken. Kortom, inspiratie genoeg. Voor ieder wat wil, geen enkel excuus om je druppeltje niet bij te dragen. Voilà, zo komen we aan het einde van deze avond. Stilaan. Wij, CERA, Landelijke Gilde en FERM, wij zijn ervan overtuigd dat we samen echt een verschil kunnen maken. Elke druppel telt. Dus volg zeker de vele initiatieven van CERA, van de waterbrigadiers van CERA, de Open Tuinen en de Tuin van de Toekomst van Landelijke Gilde en van de waterwinners van FERM. En vooral, vertel het voort, vertel het verder. Om af te sluiten, zetten de waterwinners van FERM heel graag voor jullie de meest eenvoudige tips nog eens op een rijtje. Dus blijf zeker hangen om voor het leuke waterfilmpje. We willen jullie graag allemaal hartelijk bedanken voor jullie aanwezigheid. En we wensen jullie een hele fijne, waterrijke zomer toe. En tot een volgende gelegenheid. Dit is mijn vriendin, water. Hallo. Water is er altijd voor mij. Dag in, dag uit. En ik ben er altijd voor haar. Dit was mijn tuin vroeger. Een beetje saai, hè? Nu laat ik mijn gras staan. Breek ik tegels uit. Plant ik bloemen. En vang ik zoveel mogelijk regenwater op. Zo maken we er samen een paradijs van. En het mooiste van al? Dat is niet alleen leuk voor water, maar ook voor mij. Word jij ook waterwinner? Kijk snel op waterwinners.be.